Het inferno van beschietingen en het bombardement van 14 mei en de daardoor ontstane brand is uitgeraasd. Het stadshart is daardoor veranderd in één grote, onleefbare en moeilijk begaanbare woestenij. Ruim 25.000 woningen en vele bedrijfspanden zoals winkels, kantoren en werkplaatsen zijn nu een enorme en moeilijk toegankelijke stinkende puinhoop. Daardoor zijn zo'n 80.000 mensen niet alleen dakloos, maar velen daarvan ook werkloos geworden. Op vrijdag 15 mei, precies een etmaal na het bombardement en één dag nadat de hevigste branden waren uitgewoed, vond de eerste bijeenkomst van burgemeester Pieter Oud en enkele topambtenaren over de wederopbouw plaats. Meester Karel Paul van der Mandelen, voorzitter van de Rotterdamse Kamer van Koophandel, was gastheer. De bijeenkomst was bij hem in de achtertuin in Kralingen. Daar kreeg de directeur van de gemeentelijke technische dienst, Willem Witteveen, informeel de opdracht om de stad puinvrij te maken en een schetsplan te maken voor de wederopbouw. En om het commerciële herstel van de stad aan te vatten, werd op diezelfde dag ook de Stichting Rotterdam 1940 opgericht. Direct worden er arbeidskrachten gerecruiteerd, waarbij ook de werklozen zich moeten melden om mee te werken. De Duitsers vorderen vrachtwagens, kruiwagens en gereedschap als schoppen en houwelen. Na een provisorisch begin was er eind mei een speciale opruimingsdienst opgetuigd, die in het begin kon beschikken over circa 30.000 werkkrachten. Aan de hand van filmopnamen van Polygoon en Profilty kunnen we de grote en snelle operatie die opgezet werd om de stad weer enigszins leefbaar te maken en voor te bereiden op de noodzakelijke nieuwbouw tonen en het verhaal daarbij vertellen. Een gigantische operatie die opgedeeld in 6 wijken en in ploegendienst aan de slag ging om het gebied weer toegankelijk en puinvrij te maken. Dat werk was gevaarlijk, vuil en stoffig. Men werkte de hele dag in een verschrikkelijke stank. Panden afbreken, meestal met blote handen de al gevaarlijk wiebelende muren omtrekken en in stukken hakken. Of in de herrie van pneumatische hamers en balancerend bovenop de puinhopen. En anderen die met de hand stukken puin in kruiwagens moesten laden om daarmee naar de verderop staande vrachtauto's te rijden om daar het puin weer handmatig in de vrachtauto's te laden. Die duizenden mannen zijn meestal zonder speciale werkkleding ingezet om de onafzienbare klus te klaren en de strijd aan te binden met 5 miljoen kubieke meter puin. Vaak improviserend en zonder geschikte apparatuur en veiligheidsvoorzieningen. Op 18 mei kreeg stadsarchitect Willem Witteveen van het gemeentebestuur de opdracht om een plan voor een geheel nieuwe binnenstad te maken. Het verwoeste gebied had smalle straatjes en steegjes die al lang niet meer pasten bij het toenmalige verkeer. Al voor de oorlog waren er plannen om een paar verkrotte wijken te slopen. Door de grote verwoesting zou dat nieuwe stadsplan zich over een groter gebied kunnen uitstrekken met volledig nieuwe wegen en straten. Witteveen kreeg met zijn medewerkers de beschikking over een hele verdieping in de bibliotheek aan de Nieuwe Markt. Ze bivakkeerden er op veldbedden, zodat er dag en nacht kon worden gewerkt. Omdat ook het stadstimmerhuis met het archief was vernietigd, moest de stad helemaal opnieuw in kaart worden gebracht. Na de capitulatie op 15 mei 1940 benoemde de Nederlandse opperbevelhebber generaal Winkelman ingenieur Johannes Ringers van Rijkswaterstaat tot regeringscommissaris voor de wederopbouw. Hij kreeg de landelijke verantwoordelijkheid voor alle wederopbouw, van spoorlijnen tot havens, van inundaties tot puinruimen en van volkshuisvesting tot bruggen en sluizen. En Ringers maakt vaart. Op 30 mei besluit hij tot een algehele onteigening van het getroffen gebied. Daardoor ontstond de mogelijkheid om over te gaan tot volledige sloop en maakte het de weg vrij voor een geheel nieuw stadsplan. Juridisch moest er ook veel geregeld worden.
In juni was hiervoor de speciale schade-enquêtecommissie aan het werk gegaan in het gespaard gebleven nieuwe beursgebouw. Daar konden burgers en bedrijven hun geleden schade komen melden. Maar omdat alle kadastrale kaarten bij het bombardement verloren waren gegaan, moesten daarvoor duplicaten, die afkomstig waren van de provinciale Griffie, handmatig worden gekopieerd. De snelheid van handelen was mede ingegeven door de angst dat anders NSB'ers of de Duitsers het voortouw zouden kunnen nemen bij de wederopbouw. Bovendien ging het puinruimen en de sloop in rap tempo door. Willem Witteveen moest dus heel snel beslissen welke gebouwen konden blijven staan. Bij de puinruimers aan de binnenrotten was de heer Bezemer aan het werk. Een amateur-archeoloog die veel kennis van oude tegels had en zijn maten aanspoorde om iets wat oud leek aan hem te melden. Hierdoor kwam hij in contact met ploegbaas Gubbels, die zich ook bezighield met het verzamelen van opgegraven artikelen. Zij begrepen dat er veel van archeologische waarde tussen kon zitten. Daarom werd er door de directie van Museum Boijmans en de gemeentelijke technische dienst een speciale ploeg gevormd onder leiding van deze heren. De vondsten van hen en de andere 20.000 puinruimers werden naar de tegelkeet aan de Nieuwe Markt gebracht. Daar werden de vondsten schoongemaakt en beoordeeld. Zo kon men toch nog talloze oude voorwerpen zoals tinnen kannen, schalen, lepels en vorken en gebakken vuurtesten, kannen, kruiken en tegels redden. Helaas hadden ook andere belangstelling voor die oude tegels. Het bleek dat er puinruimers waren die hun vondsten niet inleverden, maar verkochten. En er verdwenen zelfs tegels uit de collectie. Hiervoor werden de leiders van de betreffende tegelploegen met enkele van hun medewerkers gearresteerd. Na het puinruimen kwamen er ook grotere opgravingen op gang. Zo vond men op het verlengde van de Oude Hoogstraat funderingen en scherven van slot Bulgerstein. In juni 1940 had ingenieur Witteveen zijn plan in hoofdlijnen klaar. Het bevatte vooral oplossingen voor een betere doorstroming van het verkeer, maar hij bleef daarbij dicht bij de vooroorlogse situatie en het concept was stedenbouwkundig nog heel traditioneel. Dat plan presenteerde hij in september 1940 aan Rijkscommissaris Sijs Inquart, die het nogal bekrompen vond. Desondanks werd het officieel vastgesteld. Alle houten palen worden uit de grond getrokken
Hiervoor maakt men de klei rond de paal met een spuitlans met water glibberig, waarna de stoomheimachine de palen uit de grond kan trekken. In het najaar van 1940 heeft de schade-enquêtecommissie de schade nog niet volledig in kaart gebracht, maar gaat men toch door met slopen. Het is eind 1940 als ook de funderingen, kelders, rioleringen, leidingen en andere infrastructuur wordt verwijderd. Om ruimte te maken voor het verkeer was men al voor de oorlog begonnen om de historische Delftse poort uit 1772 af te breken en te verplaatsen. Tijdens het bombardement was de poort al voor de helft herbouwd. Maar in april 1941 besluit men toch om het onvoltooide gebouw weer af te breken. Ook ieder stukje betonstaal dat uit de betonconstructies vrijkwam, werd met hamers weer zo goed mogelijk rechtgeslagen en met lasmachines weer tot bruikbare staven gelast. De metalen die vrijkwamen, zoals staalprofielen en lode buizen, gingen naar het emplacement Merwehaven om daar, voor zover mogelijk, weer bruikbaar gemaakt te worden.
De oorlog bracht ook schaarste aan bouwmateriaal. En toch moesten er snel noodwoningen en noodwinkels gebouwd worden. Daarom werd er al snel onderscheid gemaakt in het puin. Brokken metselwerk werden afgevoerd naar terreinen in Rotterdam-Noord langs de Gordelweg en aan de Noorderhavenkade. Daar ontstonden enorme bergen puin, waar de stenen werden afgebikt en opgeslagen om later weer gebruikt te worden. Met het schoongebikte puin werden in 1940 en 1941 ruim 2000 noodwoningen gebouwd, onder andere in Rotterdam-Zuid en in Overschie. De noodwinkels verrezen in het centrum, bijvoorbeeld op het brede trottoir van de Coolsingel voor het postkantoor, aan de Nieuwe Binnenweg, de Mattenesserlaan en in Blijdorp. Voor het afvoeren van het overige puin reden hiervoor in augustus zo'n 1400 vrachtwagens als een militaire operatie in kolonnes en op vastgestelde trajecten door de stad. Grof puin liet de directeur van de gemeentelijke technische dienst, ingenieur Willem Witteveen, direct storten, bijvoorbeeld in de Kralingse Plas. Maar het werd ook gebruikt voor het dempen van historische grachten als de Rotterdamse Schie, Blaak, delen van de Schiedamse Vest, Kolk, Nieuwe Haven, Schiekolk, Spuiwater en Hofpleinkolk. Omdat er veel meer puin was, werd het overige per schip afgevoerd naar de Noordoostpolder om daar een dijk te versterken en voor de uitbouw van het vliegveld bij Leeuwarden. De Nederlandse en Rotterdamse vlag in de top van de stoomhijstelling voor het slaan van de eerste paal voor een woningcomplex aan de Goudse Singel. Ingenieur Johannes Ringers, de regeringscommissaris voor de wederopbouw, is hier speciaal voor uit Den Haag gekomen, want het markeert het begin van de wederopbouw. De heer Ringers was echter ook ondergronds actief. Op 1 april 1943 werd hij door verraad opgepakt en in de gevangenis het Oranje Hotel in Scheveningen vastgezet en later via het gijzelaarskamp Sint-Michiels-Gestel overgeplaatst naar het Duitse concentratiekamp Sachsenhausen. Daar moest hij adviezen uitbrengen over projecten buiten het kamp. Thank you.
Op 1 juli 1942 kondigde de bezetter echter een algehele bouwstop af, want Duitsland had zowel de materialen als de arbeidskrachten nodig voor de oorlogsvoering. Al kort na de bouwstop kwam er kritiek op het plan van Witteveen door architecten en industriëlen. Witteveen raakte gedesillusioneerd en overwerkt en ging op 1 april 1944 met ziekteverlof. De voormalige binnenstad bleef door de bouwstop een troosteloze, lege, maar inmiddels bouwrijp gemaakte vlakte. De echte wederopbouw kon pas na de bevrijding worden hervat. Ingenieur Van Tra kreeg opdracht om een moderner plan te ontwerpen. Op 15 juni 1946 werd zijn basisplan herbouw binnenstad Rotterdam vastgesteld.